Hallo, ik ben Steven de Griek van Huis Helder. Patiënten met autisme kunnen soms een grote uitdaging zijn. We begrijpen ze niet altijd even goed. Hun gedrag kan heel bizar overkomen. We snappen niet altijd waar het gedrag vandaan komt. We weten niet hoe we onszelf duidelijk moeten maken. Er is zoveel onrust dat we niet echt tot een functionele handeling kunnen komen. Heel belangrijk in dit hele verhaal is elkaar goed begrijpen. Elkaar goed begrijpen heeft twee kanten uiteraard. Wij moeten hen beter begrijpen en we hopen ook dat zij ons beter begrijpen. Hen beter begrijpen begint bij het beter begrijpen van hun manier van betekenisverlening. Mensen met autisme hebben een fundamenteel andere manier van betekenisverlening aan de dingen die zij waarnemen. Deze andere betekenisverlening heeft dan weer zijn impact uiteraard op het gedrag, onder andere de communicatie en de sociale interactie. In plaats van te reageren op dat gedrag, gaan we zo goed mogelijk proberen kijken achter dat gedrag. Vanuit dat kijken naar de oorzaak van het gedrag zien we vaak ook meteen heel wat praktische en concrete handvaten. En op die manier kunnen wij onszelf dan ook duidelijker maken naar mensen met autisme toe. Zo weten we bijvoorbeeld dat heldere communicatie belangrijk is. Expliciete communicatie, concrete communicatie. Communiceren wat er wel verwacht wordt en niet enkel wat er niet verwacht wordt. Meer voorspelbaarheid bieden. De context verhelderen. Zorgen dat het geleerde ook toegepast wordt in andere contexten. Het zijn allemaal zaken die kunnen helpen in onszelf duidelijker maken naar mensen met autisme. Dat resulteert dan uiteindelijk weer in minder stress tijdens de behandeling. Ook meer impact van jouw handelingen. En meteen ook meer generalisatie, het toepassen van het geleerde. Wil je hier meer over weten? Ben je getriggerd om het autistische denken beter in de vingers te krijgen en om zelf beter te leren communiceren? Schrijf je dan zeker in voor de studiedag Autisme, elkaar begrijpen.